Hoi allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb vandaag een unboxing voor jullie. Ik heb hier een pakketje die ik met jullie ga uitpakken. Ik kan je vertellen, dit pakketje is van de webshop van Royalistic. Daar heb ik wat toffe items gezien. En dat ga ik vandaag met jullie laten zien. Het is dus van de webshop van Royalistic. En ja, ik ga jullie in deze video laten zien wat ik uit heb gekozen op de webshop van Royalistic. Ik ga hem nu eventjes met jullie openmaken. Ja, ik ga hem gewoon even zelf openmaken. Altijd. En wees altijd voorzichtig met het openknippen van je staf natuurlijk. Hier is de pak, ja, het pakbonnetje in dat opzicht van hoe wat en eventueel ook een zo'n retouring ding, denk ik. Maar ja, dat soort maakt ook niet uit. Nou ja, dit is inderdaad een terugzend. Hier staat eigenlijk wat je besteld hebt. Ik begin denk ik gewoon met het eerste item. Ga ik er eventjes nu uithalen. En dat is, oh, dit is zelf ook vet. Oeh, ik was al super benieuwd naar dit boek sowieso. Al best wel een tijdje. En ik zie nu ook eigenlijk iets heel vets. Dat is echt geniaal. Dat is echt wel heel tof gedaan. Dat heb ik nog nooit bij een boek gezien. Want ik heb dit boek. Zoals je kan zien. En je ziet het eigenlijk al een beetje. Kijk. Oh my god. Dit is zo fucking vet gedaan. Want dit is het boek van Roy naar Royalistic. Super. En ik vind ook echt super, super gaaf gedaan, die 3D dingen ervan. En ja, dit is het boek van Roy naar Royalistic, waar ik heel benieuwd naar ben. Ik heb hem nog niet gelezen, ik heb het ook echt net pas binnen. Maar als jullie willen dat ik eventueel een video review of een review op mijn blog van het boek doe en wat ik ervan vind, laat het dan hieronder in de reacties even weten. Als jullie dat zouden willen zien. Maar nu de eerste indruk van het boek is gewoon al wel super vet. Al gewoon alleen al die 3D verandering van die cover is gewoon al zo super cool. En ik moet altijd zeggen dat ik hou ook wel van verhaalboeken. Maar ik vind altijd dit soort boeken echt super interessant. Omdat je echt gewoon een beetje een kijkje in het leven van een bepaald persoon krijgt te zien. Want ik heb ook de boeken van Anna Nushin bijvoorbeeld. En van Monica Geus heb ik het boek ook. Van Masha Victusova. Van Beauty Gloss heb ik bijvoorbeeld ook dat soort boeken. Dat vind ik echt super interessante boeken. Om gewoon echt een soort van kijkje in het leven van een bepaald persoon te krijgen. Van een YouTuber, van een beroemdheid. Maar maakt niet uit. Maar dit soort boeken vind ik juist altijd super interessant. Dus ik ga deze zeker met plezier lezen. Dan heb ik nog twee items. En ik denk, ja, ik pak gewoon de eerste. Ik heb nog twee hele toffe truien. Dit is er één van. Dit is de rode hoodie, de Royal Army in XL. En ik neem heel vaak van dit soort hoodies, truien. Neem ik eigenlijk altijd wel een beetje de grootste maat die ze hebben. Omdat ik het gewoon altijd heerlijk vind om vesten en truien. Die mogen van mij echt wel lekker een beetje oversized zijn. En dit is dus de hoodie. Hij ziet er zo super cool uit. Het is gewoon een vrij simpel basic rood. En je ziet hierboven het Royalistic logo. En hier dan zie je de Royal Army staan. Ik kan hem heel slecht in beeld houden natuurlijk. Maar het heeft gewoon heerlijk
lange mouwen. Er zit een zak, zitten van die, zo'n soort buidelzak in. Oh, en ik voel ook, oh my god, hij voelt zo lekker zacht nu al. Dat hij nu al zo super lekker zacht aanvoelt. En er zit een heerlijke capuchon ook op. Ook altijd heel fijn. En ik vind hem er echt super mooi uitzien. En qua kwalitatief voelt hij ook echt super mooi. Dat hij er ook echt super mooi gewoon uitziet. Echt prachtig. Dus dat is deze rode hoodie met Royal Army erop. En ik heb nog een hoodie. En dat is deze. Dit is de hoodie gesneden logo blauw. En die heb ik dus ook in een maat XL genomen. Gewoon ook puur omdat ik al zeg van ik hou gewoon met dat soort truien. Echt van die oversized truien. I love it. En dit is de... Ja. En dit is dan de blauwe hoodie. Ook deze heeft lange mouwen. En deze is dus blauw. Heeft lange mouwen. En je ziet hier bovenop het gesneden Royalistic logo. Ook hier zit weer een capuchon op. Ook hieronder zit weer die buidelzak die erin zitten. En ook deze vind ik echt super mooi. En er ziet ook heerlijk lekker oversized uit. Ik hou ervan. Van die oversized truien in dat opzicht. Dus daarom. En dit soort truien. Dit zijn echt ook gewoon heerlijke truien. Van als het lekker koud is. Het zijn echt om truien om gewoon in te leven. I love. Ik hou er zo ontzettend veel van. En ik moet zeggen. Mijn lipkleur matcht met de blauwe hoodie. Redelijk met de blauwe hoodie. Moet ik zeggen. Dus ik ben er super blij mee. En ik vind het echt heerlijk. Het ziet er echt super heerlijk comfy uit. Gewoon en om gewoon lekker te dragen. Heerlijk. Ik hoop dat jullie deze unboxing even leuk vonden. En ik zet sowieso de link naar de webshop van Royalistic hieronder in de beschrijving. En ik zal ook zijn Instagram en Twitter en zo hieronder eventjes met jullie delen. Als jullie benieuwd zijn naar hem, zet ik dat allemaal in de beschrijving neer. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. Laat hier beneden een comment achter. En vergeet je vooral niet te abonneren op dit kanaal als je op de hoogte wil blijven van elke nieuwe video die ik hier op dit kanaal aan het uploaden ben. En dan zie ik jullie snel weer bij een volgende video. Doeg!